De provincie Zuid-Holland. De dichtstbevolkte provincie van Nederland. 3,4 miljoen inwoners. 2818 vierkante kilometer land. En 525 vierkante kilometer water. Een combinatie van bedrijvigheid, rust, ruimte en kennis. Ruim 2000 mensen, verbonden door netwerken en IT-systemen, werken vanuit het provinciehuis en meer dan 150 verschillende locaties. Een service desk van 12 personen ondersteunt werknemers op al die locaties. Kwalitatief hoogwaardige, flexibele en klantgerichte ondersteuning voor een brede groep gebruikers en systemen. Van hardwareproblemen tot softwareproblemen, inlogproblemen. Ja, problemen met hun pc, met de applicatie waarmee ze werken. Office-problemen, Outlook, Word, Excel. Netwerkproblemen. Telefoons. Laptopproblemen, Blackberry-problemen. Tokenproblemen, dus op afstand kunnen werken vanaf thuis. Goedemorgen, met Winston ook Service Desk. Hey, ik sta hier bij de Dobbeplas en ik probeer in te loggen in het systeem, maar ik krijg een melding van de VPN-client dat ik geen verbinding kan krijgen. Dat is een probleem met je account, ik ga hem weer activeren. Ja. Moet je dus eerst de code op de token gebruiken en daarna kan je dus een eigen pincode aanmaken en dan kan je weer inloggen. Hey, dankjewel, hoi. Vragen komen binnen via telefoon en via de mail. Als het gewoon iets op de computer is, kunnen we meekijken. En als er problemen zijn met de laptops of Blackberries, dan vragen we ze meestal om het hier langs te brengen en dan kijken we daarnaar. Wij gaan even naar kijken. Ook voor niet-automatiseringsproblemen bellen ze toch vaak ons. Omdat blijkbaar vaak goede resultaten oplevert. Goedemiddag, Ina, Service Desk Bekoren. Ik kan de vlaggetjes niet markeren en zou je even mee kunnen kijken en het scherm over kunnen nemen. Door de provincie zijn er 60 bemande locaties ongeveer. En ook daar bieden wij de ondersteuning aan. En daarnaast hebben we een heel groot aantal onbemande locaties, zoals verkeersregelinstallaties, pompen, sluizen, waar ook allemaal verbindingen naartoe lopen. En als daar wat mis, bieden we daar ook de nodige ondersteuning voor. Goedemorgen, INA 7000 met Ries. Ja, goedemiddag, ik spreek met Dick Beulzak, objectbediener van Posto Hart. We hebben problemen met de computerverbinding met de brug. Problemen met je netwerk. Ik zal even een navraag doen bij KPN, via mijn collega. Dan wil ik straks eventjes terug, dan ga ik even een navraag. Prima, vrienden, bedankt, dat was voor de moeite. Je moet eerst zorgen dat je binnen Service Desk alles goed op orde hebt, dat je procedures lekker lopen. En als ook die aansluiting met de tweede lijn goed is, ja, dan kan je inderdaad verder gaan kijken van hoe gaan we nog meer service en snellere service bieden naar de gebruikers. Ja, als er snel iets moet gebeuren, dan gaan we snel even vragen bij een collega waarvan we weten dat die daar wat beter in gespecialiseerd is. Dank je wel. Oké, alsjeblieft. Het unieke aan deze Service Desk is dat we een hele brede skill hebben, een groot aantal verschillende technieken en dat we de mensen ook continu aan het opleiden zijn. Er wordt hier veel aandacht besteed aan opleidingen, training en vorming en ook coaching. Ja. Sinds een jaar zijn we bezig met de ITO-V3 implementatie en we zijn nu op een oor na zijn alle processen geïmplementeerd. Maar in ieder geval alle basisprocessen zijn er helemaal klaar. Ja, eigenlijk leer ik elke dag nog wel iets nieuws bij. We zijn ook bezig om continu te zoeken naar verbeteringen. Okay, je helpt mensen, dat is het in feite. De INA Service Desk richt zich op continue ontwikkeling van de medewerkers, ondersteuning door collega's en leidinggevenden en een persoonlijk opleidingstraject. De Service Desk is een zich steeds verbeterende en ontwikkelende spil in een complexe organisatie. Ik hoor het wel. Ja? Oké, is goed. Hoi.